Welkom in onze waggie. Hallo. Geef je bal dan. Hoe geweldig is deze foto? Goedemorgen iedereen. Het is vandaag. Ik heb goed nadenken. Donderdag. En ik had al een paar dagen geleden, of misschien al iets meer als een paar weken geleden, het idee van misschien moet ik weer eens een keer beginnen met vloggen. Wil ik vloggen? Wil ik niet vloggen? Ik weet niet zo heel erg goed. Ik heb een beetje een soort van haat-liefdeverhouding met vloggen. Want ik vind het aan de ene kant echt super leuk om te doen en om weer terug te kijken en om jullie meer een kijkje in mijn leven te geven. Aan de andere kant vind ik vloggen ook heel erg zwaar. Ik ga gewoon vloggen. Ik weet niet zeker of het een dagvlog wordt of een weekvlog of iets in die richting. Misschien wordt het zeg maar een paar dagen van een week. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Leg gewoon niet zoveel druk op jezelf. Kijk gewoon wat je ervan kan maken. En zien jullie het nu online? Dan heb ik besloten om het online te gooien en vond ik het leuk genoeg. Zo, ik ben inmiddels aangekleed en helemaal opgemaakt. En ik ben nu momenteel bezig met het inpakken van de bestelling die vandaag de deur uitgaat. Deze superleuke schelpenlepeltjes zijn namelijk verkocht. Het zijn de theelepeltjes en dan heb ik hier ook nog twee soorten soeplepels. Super cute. Dus deze gaan allemaal samen met een ketting van Tara in één bestelling naar een nieuwe eigenaar. Tijdens het editen van deze video kwam ik erachter dat ik jullie niet heb uitgelegd dat Tara en ik onlangs een webshop hebben geopend. En willen jullie nog even een aparte video over opnemen met allemaal extra uitleg hierover. Maar ben je te nieuwsgierig en kan je niet wachten? In de beschrijving hebben we alvast een linkje geplaatst naar onze webshop, zodat je alvast een kijkje kan nemen. Goedemorgen iedereen! Ik moet zeggen, het is alweer de volgende dag zoals je misschien kan zien. En ik heb gisteren veel minder gevlogd dan dat ik eigenlijk wilde. Maar het zat blijkbaar nog niet helemaal in mijn systeem, want ik was het helemaal vergeten toen Tara hier was. Het is voor mijn doen heel erg vroeg, want ik stond om 5:30 op. Want ik heb mijn vriend naar het treinstation gebracht. Die is voor dit weekend in Manchester in de buurt. Op een festival in ieder geval voor zijn werk. Dus ik moest hem even wegbrengen en ik ben echt nooit zo vroeg op. Maar ik heb straks een yogales om 9:00, dus ik had iets van... Ik ga niet terug mijn bed in, want dan zal je zo weer zien dat ik er helemaal niet meer uit kan komen. En het zonnetje is nu aan het opkomen. Die schijnt echt goed in mijn gezicht. Daar is die net omhoog gekomen. En het was hier vanmorgen helemaal mooie roze en een beetje oranje. Echt super mooi om te zien. En ik heb hier net een beetje havermout gemaakt. Ik moet zeggen dat hij nu wel heel dik is geworden. Dus ik ga hem even snel in een kommetje doen, zodat ik het kan opeten. Anders wordt het te dik. Ik heb hier een koffietje bijna op. En ik ben ondertussen hier YouTube video's aan het kijken, omdat ik dus dit aan het maken was. Maar nu kan ik dit allemaal wel even mee naar de huiskamer nemen. Ik was een video aan het kijken van Lore DIY, een Amerikaanse DIY YouTuber. En in haar vlog ging het over de Visco Girl stijl of iets dergelijks. En ik moet zeggen dat ik dit volgens mij ook al bij een andere YouTuber voorbij had zien komen. Dit is volgens mij weer echt een soort van YouTube trend of iets wat een beetje nu op Instagram misschien aan de hand is. Waar dus blijkbaar gewoon een naam aan wordt gegeven. Net zoals die Hot Girl Summer heb je dus nu ook blijkbaar Visco Girl. En ik zit te kijken en ik heb gewoon precies deze items. Dus ik denk dat het heel erg leuk is om dit vandaag ook eventjes uit te proberen. Want ik heb alles volgens mij wat blijkbaar zo bij een Visco Girl stijl hoort. Oké, dit is eventjes de beste stil uit de video die ik kon pakken. Maar dan heb je een beetje een idee wat er dus in zo'n outfit hoort. Laat me eventjes weten in het i'tje of je al benieuwd bent naar de Visco Girl stijl. Maar dat komt zo meteen verderop in deze vlog. Alright, ik heb een heel klein beetje make-up op gedaan. Echt maar een heel klein beetje. En wow, wat is dit? Verder een sportlegging aan. Sporttop hieronder. En even een trui, omdat het anders een beetje frisjes is. En ik moet even snel nu de deur uitgaan. Of nou ja, snel. Ik ben op zich nog wel op tijd. Maar ik vind het wel chill om niet helemaal haastig de fiets op te springen. En dat ik nog een beetje tijd heb om straks de mat op te gaan. Hallo, hallo. Ik ben
ben terug van yoga, gedoucht. En zoals je kan zien, ik heb nog geen zin gehad om mijn make-up te doen. En ik weet dat Serena nu onderweg is naar mij. Maar ik dacht, voordat we gaan werken, ga ik eerst nog eventjes lekker in mijn hangmat chillen. Dit is toch fantastisch, jongens. En het is nu ook nog helemaal niet zo heel erg warm. Dus het is hier echt fantastisch liggen. Maar morgen zag ik echt op het weerbericht dat het echt iets van 31 graden wordt. Dus dat is echt super warm. Dan even een broodje pindakaas en het lunchje. Met wat koffie en... Hallo! Net foto's gemaakt. Heel hard gewerkt. Ja. Heel goed gewerkt. Zo, het is inmiddels avond. En zoals je misschien wel kan zien, ben ik bij Tara thuis. En ik had trouwens met Serena de hele middag super hard gewerkt. En toen na het werk zag ik op de app dat Tara saté aan het maken was op haar eigen kleine mini satéetje. En toen heb ik mezelf eigenlijk gewoon uitgenodigd, omdat ik vanavond anders alleen zou zijn. Dus ik ben naar Tara gegaan. Ze had echt super lekker Indonesisch gekookt. Lekkere saté van de... mini barbecue smaakte echt geweldig. En alles wat daar gekookt zat, super lekker. Dus dat was heel erg chill. En nu hebben we net een toetje en dat is ijs Shanghai. Die smaak van roos is zo lekker. Goedemorgen, welkom in onze waggie. Ik weet niet zeker of we dit al eerder in een video hebben laten weten, maar Tara en ik hebben nu eindelijk onze Endless Weekend Wagon waggie auto. En ik ben er echt super blij mee. Het is vroeg in de middag, maar in de ochtend ben ik al de deur uit geweest. Want ik ging samen met mijn vriendinnetje Jolien lekker ontbijten bij de zagerij. En daar was ik echt serieus 2 of 3 dagen geleden ook. Het is gewoon een van mijn favoriete tentjes in Utrecht. En daar hebben we gewoon lekker ontbeten. Het leek me heel erg leuk om dat een keer te doen. Volgens mij hadden we het nog nooit gedaan. Maar meestal gaan we gewoon in de avond met elkaar eten. Of het begint inmiddels wel lekker warm te worden. Dus ik heb vandaag weer mijn favoriete super luchtige playsuitje aan. Ik ben weer onderweg. Ik ga naar mijn ouders in Houten. Want vanmiddag hebben we een verjaardag van mijn tante. Die is 60 jaar geworden. Dat is tante Kiki van de Kiki Kronitz. Ik weet niet of je dat misschien nog weet. Als je zeg maar ons al langer op YouTube volgt, dan weet je misschien wel wie ik bedoel. Ik ben bij mijn ouders thuis aangekomen. En ik sta op dit moment op de zolder, want die hebben ze laatst een hele mooie make-over gegeven. Wie is dat, mams? Hallo. Ik dacht, ik ga het even alvast laten zien. Het is nog niet klaar. Eigenlijk mocht ik het niet filmen van mijn vader. Maar ik ga het toch even laten zien. Kijk, ze hebben het hier helemaal mooi wit gemaakt. Shutters voor de ramen. En dan hier dit behangetje vind ik heel erg leuk erop. Het lijkt echt net echt, maar dit is gewoon behang. Het is niet baksteen. Alles is helemaal mooi en netjes geverfd. En het ziet er echt heel tof uit. Dus dit is een beetje een soort van logeerzolder / chillzolder. Oh, moet je dit trouwens zien, jongens? Hoe geweldig is deze foto? Ik weet nog dat ik hier met kaas moest staan en ik had echt iets van... eeuw, ik hou niet van kaas, ik lust het allemaal niet, waarom moet ik dat doen? Hoe lief is Tara? En ik, mijn moeder zo jong, mijn vader echt super jong. En dan Serena. Hilarisch deze foto. Rama! Hallo, mijn mooie verlof. Hallo, knufje. Knufje, wanneer kom je weer logeren? Hallo. Ik denk, wie is die stem ook alweer? Wie is dat ook alweer? Ik ben het. Hallo. Hallo, knuf. Je bent zo'n mooie fluffy. Geef dan. Hallo. Hallo. Geef die bal dan. Kom. Hé. Hey.
Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zondag. Het is weer echt een super mooie dag. En ik heb lekker uitgeslapen, want ik had het gevoel dat ik dat echt nodig had. Wat ik nu het eerste doe, is eventjes mijn gezicht schoonmaken. Ik gebruik nu trouwens op het moment de Micellar Water Pure Cleansing met salicylzuur van gewoon kruidvat. Best wel een beetje het proef, dus dat is super fijn. En ik vind het wel fijn om... Ik doe het niet elke ochtend volgens mij, maar ik probeer het wel om elke ochtend ook nog heel eventjes een watje hiermee over mijn gezicht te halen. Want dan zie je toch wel dat er vaak nog even wat van afkomt. En het is inmiddels volgens mij alweer bijna 9:30. Dus het is vrij laat. Dus ik moet even mijn ontbijtje gaan maken. Eerst mijn vriend ophalen van Schiphol. Want die komt terug van zijn weekendtripje eigenlijk. En dan ga ik hem ophalen. En dan gaan we daarna gelijk door naar Scheveningen. Want daar gaan we, als het goed is, als het lukt, gaan we lekker suppen. Ik heb hier een bruin broodje met scrambled eggs. En ik heb hier een lekker koffertje met prachtig schuim. Zo, zit ik dan voetjes op de hangmat. De temperatuur is echt nog perfect. Blauwe lucht, kwetterende vogeltjes. Een weg die iets te hard hoort. En eten. Nommings! Oké, iedereen. Ik zit weer in de auto, zoals je kan zien. Ik ben nu onderweg naar Schiphol. En mijn vriend is al geland, kan je nagaan. En ik moet nu nog helemaal daar naartoe rijden. Dus ik hoop dat hij niet al te lang op mij hoeft te wachten. Maar meestal duurt het wel een tijd voordat hij is geland, totdat je echt buiten staat. Gaan we staan. Yes, ik sta! Gaat goed, Jas, gaat goed. Wat doe je? Ik weet wel wie er aan het winnen is. Niet jij, Jas. Lekker, Jetta. Welkom weer bij een nieuwe dag. Het is vandaag maandag, het weekend is over. Maar het is natuurlijk altijd een endless weekend. Ik heb me net even opgemaakt. Ik heb trouwens de hele ochtend en begin van de middag gewerkt aan mijn scrunchies. Want die wil ik heel graag af gaan krijgen, zodat ik die in de shop kan uploaden. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan. En ik dacht, nu pas heb ik echt even de tijd om de vlogcamera erbij te pakken. Ik wilde graag eventjes namelijk de deur uit, omdat ik even wat dingetjes nodig heb in de stad. En toen wilde ik me aankleden en toen bedacht ik me dat ik niet eerder in deze vlog terug ben gekomen op die Visco Girl outfit waar ik het eerder over had. Dus ik had iets van, misschien is het een leuk en goed idee om vandaag gewoon gekleed te gaan in deze outfit. Hiermee de deur uit te gaan en even te kijken wat ik ervan vind. Ik heb even een beetje wat opgezocht over wat dat nou inhoudt, zo'n Visco Girl outfit. En het bestaat uit de volgende items. Er is een keuze tussen een korte cropped strakke tube top of een helemaal grote oversized t-shirt. Nou, ik ben niet heel erg een tube top fan. Dus automatisch is gewoon de keuze voor mij om voor een oversized
shirt te gaan. En als je die draagt, dan moet je een zo kort mogelijk broekje eronder aan hebben. Volgens mij zodat het net lijkt alsof je helemaal niks eronder aan hebt. Maar we gaan natuurlijk wel iets eronder dragen. Verder voor accessoires is de bedoeling dat je zo'n schelpenketting omdoet als choker. Verder is het de bedoeling dat je een fjolravenkanken tas draagt. Nou, die heb ik ook. Gebruik ik ook heel erg vaak. Dus dat is helemaal goed. En voor schoenen kan je kiezen tussen Crocs, slip-on Vans, Birkenstocks. Nou, hier liggen de oversized shirts. Ik heb er eentje, die is donkergrijs van Harley Davidson. Of ik heb gewoon een helemaal zwarte. Dan voor de onder heb ik hier twee soorten shorts. Dit is een bikershort, die is ietsje langer. Deze is van H&M, die is wel heel erg chill. Of ik heb hier zo'n heel kort sportbroekje. Dan heb ik hier de accessoires liggen. Dit is de schelpenchoker. Oh, en wat ik net was vergeten te zeggen, wat ook heel erg Visco Girl is, is een scrunchie. Dus natuurlijk ga ik mijn eigen scrunchie weer dragen. Die kan je in je haar doen of die doe je om je arm. Wat je maar net wilt. En als laatste mijn fjolravenkanken tas. Dan heb ik hier voor de schoenen alvast mijn Birkies liggen. En volgens mij had ik gezien dat eigenlijk de slip-on Vans blokjes moeten hebben. Maar het is wel hetzelfde slip-on model. Dus ik kan even kijken of ik deze misschien ook leuk vind staan. Alright, de look is bijna af. Ik heb hier de Vans aan en dit zijn de Birkenstocks. En ik denk dat ik gewoon deze keer even voor de Vans kies. Ja, wat vinden jullie? Oh, en ik ben trouwens ook nog een andere accessoire vergeten. Als Visco Girl zijnde is het ook de bedoeling dat je een soort van flask, zo'n geïsoleerde beker met je meedraagt. Ik heb wel een super toffe dopperfles. En dan is de bedoeling dat je deze fles bestickert met leuke, vrolijke stickers om een beetje wat meer tof te maken. Bij het dragen in mijn tas is die een beetje beschadigd geworden. Dus je ziet hier een beetje van die krassen erop zitten, wat heel erg jammer is. Dus ik dacht, nou ja, dan is deze misschien wel heel erg geschikt om een beetje te versieren met een paar leuke stickers. Alright, mijn fles is compleet. Nou, kijk eens hoe fantastisch deze stickers erop staan. Ik vind hem helemaal leuk geworden. Ik moet zeggen, het staat ook wel heel erg tof bij het witte van die fles. Dus lekker Visco-achtig. En deze is ook helemaal afgevinkt van het Visco Girl outfit lijstje. Alright, ga ik nu eventjes mijn tas erbij pakken. Deze in mijn hand. En dan is de hele look klaar. Dus jullie zijn vast wel benieuwd naar het eindresultaat. Volgens mij zit je echt totaal al 5 minuten te denken, waar de hel gaat het allemaal over? Maar goed, ik vind het gewoon grappig om te doen. Dus de Visco Girl outfit komt in 3, 2, 1. Nou ja, omdat het vandaag echt oprecht zo ontzettend warm is, ga ik deze fles ook gewoon lekker vullen met water en mee in mijn tas nemen. Want ik ga even mijn tas verder inpakken met portemonnee en dat soort dingetjes. Ik heb de outfit aan, maar ik loop te zweten, jongens. Ik heb mijn tas maar eventjes schuin omgedaan. Maar goed, ik heb al mijn boodschappen gedaan en ik ga weer snel terug naar huis, want het is echt bloedje heet. Jongens en meiden, ik ben weer thuis. Het is echt max warm. Maar de outfit is super chill. Maar niet dat die echt heel erg nieuw voor mij was. Want ik zat na te denken, volgens mij heb ik bijna precies deze outfit al een keer eerder gedragen. Met precies hetzelfde soortje eronder. Alleen een ander paar schoenen volgens mij. Dus ik zou zeggen, Visco Girl outfits. Wie? Wat? Maar desondanks geslaagd. Dikke duim omhoog. Laat me weten of jij ook wel eens een keer zo'n Visco Girl outfit aan hebt gehad. Het klinkt echt heel suf. Ik denk dat ik het na deze vlog gewoon ook serieus nooit meer ga zeggen. Want het is gewoon echt weer echt een soort van trend wat in één keer is bedacht is door iemand om mij even weer een naampje aan te geven. Maar we hoeven niet altijd dingen in een hokje te zetten, toch? Nou jongens, aangezien het alweer maandag is, vind ik het wel een heel mooie tijd om deze vlog af te gaan sluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond om te zien. Ik wil niet zeggen dat elke dag of elke week een nieuwe vlog online komt. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk is om gewoon af en toe op deze manier wat meer updates en dingetjes met jullie te kunnen delen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Laat me gewoon eventjes weten of je misschien vlogs op ons YouTube kanaal hebt gemist. Ik hoop van wel.
Het is nooit leuk om te horen dat je iets niet hebt gemist. Laat gewoon eventjes gezellig een duimpje omhoog achter. En laat wat andere gezelligs achter. Als je dat wil laten weten aan mij of aan andere kijkers. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een andere video. Met een nieuwe video. En vergeet ik zeker niet om natuurlijk volgende week weer terug te komen. En dan wens ik je een hele fijne dag toe. En dan zie ik jullie dan weer. Doei!